Goedemorgen allemaal. Daar zijn we dan. Opnieuw bij de vlinderkast. De vorige keer was ik hier met de mobiel. En nu heb ik even de camera neergezet. Dan kun je iets beter kijken wat ik je laat zien. En het vervelende is dat ik nu de namen nog niet allemaal weet. Maar dat krijg je allemaal te weten in de volgende uitzending. Nou, ik ga heel voorzichtig proberen de plastic platen te verwijderen. Ik hoop dat je mij goed verstaan kan. We hebben echt een hele mooie sporen deze keer. Ik kijk altijd de plaat na of er wat op zit. Er zit er wel wat op. Ik weet niet of jullie dat zien kunnen. Ik weet ook echt niet wat het is. Dus tussendoor ga ik ook foto's maken met de mobiel. Zodat ik ze op kan geven voor de website. Even een gouden foto. Moet je ook uitkijken dat zo'n plaat niet op de kop neerlegt. Daar gaat een buxusmotzagje. Op deze eierdoos zitten twee soorten. Ik weet niet of je hem zien kan. Eentje vloog net weg. Dit is de Taxus spikkelspanner. We hebben in de tuin een Taxus staan. En nou ja, dan heb je ook automatisch de Taxus spikkelspanner. Hier in een van die gaten zit nog een klein uiltje. Die zet ik straks wel op de foto. Oh, hier zit een hele leuke. Ik weet niet of je die zien kan. Ik kijk zelf even mee met jullie mee. Zie? Die zet ik ook nog even op de foto. Voor op de website. Misschien blijft hij wel even zitten. Maak gauw even foto's hoor. Anders dan weet ik straks niet wat het allemaal geweest is. Nou, ik zit met een groot dilemma. Want er zit daar een hele grote vlinder. En die wil ik graag aan jullie laten zien, maar ik durf hem niet te pakken. Het is waarschijnlijk een pijlstaart en die doet niks. Maar ik vind het echt best wel groot. Hobby is best leuk, maar dat is net als met vissen. Ik vind vissen heel erg leuk. Maar dan heb ik altijd iemand nodig die voor mij de vis van Engeland haalt. Ik maak wel even een foto van deze. Ik weet nu echt nog niet welke het is. Ik doe het vlinderen nog niet zo lang. Daar zit er nog een. Ik maak ook even een foto van. Oh, die krijg ik niet scherp op. Nou, deze soort ken ik helemaal niet. Ik krijg hem niet op, Jori. Het is altijd zo leuk als je dan 's morgens wakker wordt. En je weet van, oh ja, de vlinderkast staat er. Wat zal er deze keer in zitten? Dat is altijd best wel spannend. Hier zit zo'n heel klein vaal, tenminste hij lijkt op een vaal kokerbeertje, maar het hoeft het niet te zijn. Maar als hij het wel is, die is gewoon heel zeldzaam. En dan is het superleuk. Dan ga ik kijken of ik deze andere plaat eraf kan krijgen, heel voorzichtig. En dan hoop ik dat die grote vlinder blijft zitten, zodat ik die goed aan jullie kan laten zien voor de camera. Daar vloog weer wat weg. Ja. Dat is altijd jammer. Het vliegt altijd van alles weg. Ik weet niet of je deze kleine kunt zien. De glasplaat. Nou, dat denk ik niet. Dat is de Oosterse schone. En nu kan ik de glasplaat niet wegleggen, want er zit aan beide kanten zit nu een vlinder. Dus ik zet hem rechtop tegen een stoelleuning.
Na het grote moment is aangebroken dat ik iets engs ga doen. Ik heb het vermoeden dat de vlinder al blijft zitten. Hij is niet spectaculair van kleur, maar hij is wel behoorlijk groot. Zie je dat? Dat vind ik gewoon best eng om op mijn hand te doen. Even kijken, zit hier nog meer? Ja, er zit een heel kleintje naast. Ga ik ook zo even op de foto zetten met mijn mobiel. En dan ga ik hem nog even omdraaien. Ik kijk altijd die dozen helemaal goed na. Ook wel lekker handig dat ik soms goed op moet letten dat ik niet een vlindertje plet met mijn vingers. Nou, dan ga ik even gauw verder kijken in de kast. Of daar nog wat zit. Hier heb ik weer een eierdoos. Er zit een... ik weet niet of je hem zien kan. De spikkelspanner zit erop. En daar in die gaatjes zitten twee uiltjes. Ik weet niet welke het zijn. De gewone worteluil, denk ik. En volgens mij de geoogde worteluil, maar dat weet ik ook niet zeker. Ik moet even gaan kijken hoe lang ik aan het filmen ben, jongens. Dat het filmpje niet te lang wordt. En anders gaan we gewoon de volgende keer verder. Kan ook. Ja, het is best wel dat jullie af en toe niks zien. Niks te zien krijgen, maar ik moet gewoon heel voorzichtig zijn. Dat ik de vlinders niet beschadig. Pak ik het laatste doosje van vandaag, eierdoosje. Achterkant. Er zit ook weer een klein uiltje in de naad. Nou, ik vind het wel mooi zo. Ik zal jullie de volgende keer de namen opnoemen van alles wat we hebben gezien. En hoop ik ook wat beter de foto's te kunnen laten zien van de vlinders die we hebben gemaakt. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.